Het verhaal van het Reumafonds begint ruim een eeuw geleden bij de Amsterdamse huisarts Jan van Bremen. Ik heb Jan van Bremen niet gekend. Hij is in 1961 overleden. Ik ben in de jaren 80 directeur van het Jan van Bremen Instituut geweest en daar werd nog wel heel veel over hem gesproken. Het was een hele bijzondere, erudiete man met een enorme historie. Je moet zich voorstellen, in het begin van de vorige eeuw waren er nauwelijks middelen voor reuma. Nou, de rijkeren, daar werd er wel voor gezorgd, maar voor de armeren was eigenlijk niks. En het was een ideologische man, een socialist ook. En hij is eigenlijk op de Keizersgracht een polykliniek voor onvermogenden begonnen. Daar komt hij zoveel mensen tegen met ernstige gewrichtsklachten dat hij reuma een volksziekte noemt. De bevlogen Van Bremen richt daarom in 1926 de Nederlandse Vereniging tot reumatiekbestrijding op, het huidige Reumafonds. Daarmee is het Reumafonds het oudste fonds ter wereld op het gebied van reuma. Gewone handelingen waar gezonde mensen geen moeite mee hebben, kan de reumapatiënt vaak niet uitvoeren. Reuma is een volksziekte die zich uit als een pijnlijke aandoening van het bewegingsapparaat. Botten, gewrichten en spieren. De doelstellingen van het Reumafonds zijn in 85 jaar nauwelijks veranderd. Bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek naar reuma, geven van voorlichting en opkomen voor de belangen van mensen met reuma. De reumabestrijding is altijd een particuliere zaak geweest. Door fondsenwerving wordt geld bijeengebracht om de doelen van het Reumafonds uit te voeren. Omdat er in de naoorlogse jaren geen collectieve voorzieningen zijn voor mensen met reuma, gaat zo'n 70% van de inkomsten naar individuele hulp in lokale ziekenhuizen en reumaklinieken. Een van die klinieken is Sole Mio in Noordwijk, waar patiënten gemiddeld een half jaar verblijven. Toen ik in opleiding kwam voor de reumatologie was mijn eerste stage 6 maanden Sole Mio. Patiënten werden opgenomen in Sole Mio doordat de activiteit van de reuma ondraaglijk werd met pijn en zwelling en beperking en omdat het thuis wonen niet meer ging vanwege het verlies aan mobiliteit. Ik herinner me dat ik als assistent in opleiding voor de ellebogen en de polsen en de knieën en de voeten gipssteunen moest maken, zodat mensen in rust in die gipspalken gingen liggen. En dat belemmert je in je verdere mobiliteit, want anders zou je tijdens je slaap om kunnen draaien. Maar dat mocht niet. Dat is nu helemaal omgekeerd. En bewegen, actief zijn en fit zijn is weer het adagium, maar in die tijd precies het tegenovergestelde. En de medicijnen uit die tijd bestonden uit goudinjecties en pijnstilling met aspirineachtige medicijnen. Op de plekken waar geen reuma-afdeling of kliniek is, rijden er speciale autootjes van de mobiele fysische therapie om mensen met reuma thuis te behandelen. Om door heel Nederland reuma-behandelingen te kunnen aanbieden, heeft het Reumafonds veel geld nodig. Dat komt van oud-papieracties, duivenvluchten en grabbeltonnen, tot nationale loterijen en de inzet van komiek Max Tailleur aan toe. Reumatiek. Honderdduizenden Nederlanders lijden hulpeloos en verkrampt aan deze verschrikkelijke ziekte. Het Nationaal Reumafonds tracht hen te genezen. Deze week is er een collecte. De collecte is in de begintijd sterk afhankelijk van lokale initiatieven. Het aantal vrijwilligers groeit gestaag. En tegenwoordig mogen we jaarlijks een beroep doen op zo'n 65.000 mensen. Mijn tante die deed het al jaren. En die vroeg mij om te gaan collecteren. En dat heb ik gedaan. Dus ik was net getrouwd. Dus dat is al 45 jaar geleden. Ja, en het sluipt er eigenlijk in, want het komt gewoon ieder jaar weer terug en je doet het. Hoewel het wel wat moeilijker wordt. De beentjes die gaan wat minder. Vroeger was het ontzettend leuk om geld te tellen. Per bus deden we dat uiteraard tellen. En dan deden we van die boterkuipjes. En dan deden we in één kuipje deden we de kwartjes in en de andere deden we dubbeltjes. Zo gesorteerd geld. Dan maakten we stapeltjes, bijvoorbeeld 4 kwartjes. En dat lagen we dan op elkaar. Dus dat was een gulden. Nou, en dan was het op een gegeven moment, had je allemaal rijtjes geld en dan gingen we tellen. Maar ja, dan moest je allemaal je mond houden, want ja, anders raak je de tel kwijt. Dat gebeurde natuurlijk vaak met stel vrouwen om je heen. En dan hadden we echt een avond echt werk hoor. Nu is het veel sneller. Nu gaat het natuurlijk met een computer, wordt het allemaal ingevoerd. Dan maak je die briefjes, die optelbriefjes en dan vul je dat netjes in. Maar ook met de boterkuipjes. Die zijn gebleven. Ja. Ja. Naast individuele hulp staat het Reumafonds jarenlang voor vakantie. In 1958 vertrekt voor het eerst een bus naar Hotel Roding in Valkenburg. Een reis verzorgd door het Reumafonds met verplegend personeel. In 1963 opent niemand minder dan prinses Beatrix een speciaal Reumafonds vakantiehuis in Bussum. Het Jan van Bremen vakantiecentrum. De aangepaste vakanties zijn een groot succes. Om aan de toenemende vraag te voldoen, opent in 1978 een nieuw complex haar deuren. Groot Stokkert in Wapenveld. Naast het organiseren van vakantiereizen is de individuele hulp aan mensen met reuma jarenlang de voornaamste taak van het Reumafonds. Voor rolstoelen, hulpmiddelen in huis of aangepaste auto's kan men het Reumafonds om een bijdrage vragen. Hoewel de kwaliteit van leven verbetert dankzij verschillende aanpassingen in en om het huis, kan er medisch gezien nog nauwelijks iets aan reuma gedaan worden. Dat verandert pas in de jaren 80. Na Sole Mio ging ik in het LUMC aan de slag en verbeterde de behandeling enorm doordat nieuwe medicijnen werden geïntroduceerd in de behandeling van reumatoïde artritis. Het meest bekende, metotrexaat, dat elders in de geneeskunde werd toegepast, maar ook bij reumapatiënten heel goed bleek te werken, alleen of in combinatietherapie. Maar helemaal beter ging het in het begin van de jaren 90 toen de zogenaamde biotechnologieproducten geïntroduceerd werden. En we konden zien dat met behandeling van met name de TNF-alfa-remmers de destructie van de gewrichten helemaal kon worden voorkomen. Maar er was nog een ontwikkeling. Gegeven het feit dat we zoveel konden, dat we zoveel medicijnen tot onze beschikking hadden, moest ook uitgezocht worden hoe die zo goed mogelijk konden worden toegepast. Dus we vonden uit dat vroeg behandelen heel goed was, dat je regelmatig moet meten en afhankelijk van je metingen je behandeling moet bijstellen en dat je van tevoren een doel moet stellen. Dat is remissie, het helemaal verdwijnen van ontsteking of een lage ziekteactiviteit. Dat betekent dat de arts-patiëntrelatie nog steeds een langdurige en hele prettige relatie is, maar dat de rol van de dokter veranderd is van iemand die veel wist en de patiënt zei wat hij doen moest, naar een coach die de patiënt ondersteunt bij een complex beslisschema. Kenmerkend voor de jaren 80 was dat het wetenschappelijk onderzoek naar reuma een enorme vlucht begon te nemen. En dat gaf ook in het Reumafonds, in het bestuur, een dilemma van ja, hoe kunnen we dat ondersteunen. Er was een tweede ontwikkeling gaande. Voorheen richtten natuurlijk de reuma-behandelingen en het helpen van patiënten zich echt op het beperken van de gevolgen. En dat leidde dat het Reumafonds erg individuele hulp steunde, hulpmiddelen, maar ook vakanties. En ja, die voorzieningen die noodzakelijk werden, werden in die tijd meer en meer overgenomen door de AWBZ en de WMO, waardoor de mensen er recht op hadden. En dat gaf natuurlijk het Reumafonds de mogelijkheid om echt de middelen die zij kregen in te zetten voor het verder brengen van het wetenschappelijk onderzoek. Dat is ook gebeurd op twee manieren eigenlijk. Het subsidiëren van allerlei researchprojecten, maar ook, en dat was heel belangrijk, de universiteiten en de academische ziekenhuizen voorzien van wetenschappelijke infrastructuur om die projecten te doen. En dat werd in de vorm gedaan door het vestigen en financieren van hoogleraarsstoelen voor de reumatologie. En dat op zich heeft die inspanning een enorme versnelling gegeven. En in die zin heeft het onderzoek ook geweldig bijgedragen tot die verbeteringen. Diagnostiek en behandeling, niet alleen in nationaal, maar ook in internationaal perspectief zijn we eigenlijk een hele toonaangevende speler dankzij die steun geworden. Tegenwoordig gaat ruim 60% van onze inkomsten naar onafhankelijk wetenschappelijk reuma-onderzoek. Het Reumafonds ondersteunt inmiddels 18 onderzoeksgroepen in alle academische ziekenhuizen. De nieuwste ontwikkeling in het reuma-onderzoek richt zich op elektrische stimulatie van zenuwen, waardoor ontstekingen geremd zouden kunnen worden. Goedenavond, mevrouw Mensink. U bent 68 jaar. Ja. Op de helft van uw leven hebt u al reuma. Ja. Wat is het ergste van reuma hebben? Het afhankelijk zijn. De pijn is natuurlijk helemaal niet leuk, maar ik vind steeds het afhankelijk zijn, dat vind ik altijd nog het ergste. Vanaf de oprichting van het Reumafonds zijn voorlichting geven en aandacht vragen voor reuma belangrijke doelstellingen. Talloze radio- en televisieprogramma's maken duidelijk hoe ingrijpend reuma is, maar ook wat de sociale gevolgen van deze chronische aandoening zijn. Madeleine Souten zit niet in een rolstoel. Ze is mobiel, beweegt normaal en is zelfs behoorlijk lenig. Zo op het oog is er dus niets aan haar te zien. Toch heeft ze reuma. Het beeld van de hulpbehoevende reumatieklijder verschuift. Ook door de toenemende emancipatie van mensen met reuma. Er komen lokale reumapatiëntenverenigingen die zich in 1979 verenigen in de Reumapatiëntenbond. Lieve mensen, hiermee verklaar ik het Reumadorp op internet voor geopend. Het Reumafonds stimuleert het lotgenotencontact online in het Reumadorp, dat in 1999 zijn tijd ver vooruit is. Vanaf dag 1 is het Reumadorp een succes. Na 10 jaar is de functie overgenomen door andere sociale media en sluit het virtuele dorp. Vanaf de jaren 90 zet het Reumafonds in op de impact en gevolgen van reuma. Publiekscampagnes schuwen de confrontatie niet. Onderzoekscijfers van TNO, meer dan 2 miljoen mensen hebben een vorm van reuma, onderstrepen de omvang en ernst van reumatische aandoeningen. Door goede medicatie en behandeling zijn mensen met reuma minder zichtbaar. Maar hun dagelijkse strijd is er niet minder om. Daarom blijft aandacht voor reuma en geld voor onderzoek hard nodig. Met maar één doel: reuma de wereld uit.